Een hoop getouwtrek afgelopen week weer over Oud-Valkenveen. En de gemeente heeft de jaarcijfers op orde en weet dus hoe de gemeente er financieel voor staat. We gaan praten met onze burgemeester Hans Regende. Meneer de burgemeester, welkom. Dank u wel. Ja, allereerst gaan we het toch even hebben over Oud-Valkenveen. Afgelopen week weer een hoop gebeurd. Er is eigenlijk een hoop gedoe sinds daar de vermakelijkhedenretributie op de agenda kwam te staan. En eigenlijk is het sindsdien niet meer stil geweest daar. Ja, maar volgens mij moet je die dingen niet koppelen aan elkaar. Die discussie over die vermakelijkhedenretributie die is geweest, dat is niet doorgegaan. Nou, dat vindt Valkenveen heel mooi. Wij doen daar niet moeilijk over. Dat is de politieke afweging die de raad heeft gemaakt, punt. Nu komen een aantal aanvragen van de eigenaar van Oud-Valkenveen voor nieuwe attracties en dergelijke. Die moeten wij gewoon toetsen aan bestemmingsplannen, aan milieu, aan overlast misschien voor de buren, aan de bereikbaarheid van de wegen en dat soort dingen. Nou, en dat doen wij dan ook op basis van de bestemmingsplannen die er liggen. Nou, een ondernemer mag allerlei voorstellen doen, verzoeken, indienen bij ons. Wij moeten dat integraal afwegen en dat doen wij op een neutrale manier. Dus ja, om nou te zeggen van we zitten in de conflictsfeer en gedoe allemaal. Ondernemers vragen soms wat en wij moeten dat toetsen of dat kan. Aantal dingen kan wel, aantal dingen kan niet. En dat heeft niets te maken met wat er met de retributies en zo is geweest allemaal in het verleden. Daar zijn wij neutraal in. Wij gaan gewoon integraal afwegen en dat doen we ook met deze ondernemer. En dan komt het allemaal goed. Ja, nu speelt er een hoop, want deze ondernemer is eigenaar van het speelpark Oud-Valkenveen. Maar ook van de golfbaan het Naderbos en ook de beheerder van het strandje aan het Naderbos. Ja. Er speelt een hoop, onder andere zegt u de aanvragen op het speelpark. Ja. Er speelt iets over de aankoop van eventuele grond op de golfbaan, over het beheer van het strandje naar de bos. Ja. Eerst even naar het speelpark kijken. U zegt die aanvragen die er gedaan worden, ja, niet alles kan. Nee. Wat is daar nou precies het probleem? Nou, het is wat de term al zegt, een speelpark. Dat wil zeggen dat er beperkte attracties zijn. Het is geen Efteling met achtbanen. En dat moeten we ook niet hebben daar. Dat laat die omgeving niet toe. Dat kan allemaal niet. Je zit dan met parkeren, allemaal aanrijden, al dat soort dingen. Nou, dus het bestemmingsplan, dat zegt al speelpark. Nou, dan moeten we daaraan toetsen. En dan betekent dat bepaalde dingen die aanvraagt, de ondernemer, die kunnen dan wel doorgaan. En een aantal dingen die kunnen niet doorgaan. Nou, ieders recht is dat dan. Maar wij wegen dat af. En dat zal dan de conclusie zijn. Daar zijn we nu mee bezig om die aanvragen allemaal te beoordelen. Ja, precies. De gemeente zorgt er eigenlijk voor dat het speelpark gewoon een kleinschalig speelpark blijft. Ja, zoals het nu is. Dat is een hele mooie schaal allemaal. En misschien moeten wat her en der vernieuwd worden. Misschien wat nieuwe attracties. Maar dat ze wel in het kader van spelen blijven. En niet attracties met grote achtbanen. Dat kan gewoon niet in dat gebied. Nee. Dan even naar de bos, de golfbaan. Daar heeft de eigenaar een aanvraag gedaan om de gronden over te nemen van de gemeente. Ja. Daar heeft de gemeente nee op geantwoord. Waarom? Ja, kijk, als je daar die kuststrook ziet, dat is een hele cruciale, dat is een heel langgerekt stuk allemaal. Heel belangrijk dat daar mensen kunnen blijven recreëren, dat het openbaar blijft. Je kan daar doorheen fietsen, je kan daar op het strand zitten allemaal. Nou, dan is het gewoon zaak dat wij dat in eigendom houden. En dat als hij bepaalde voorstellen heeft, willen we naar kijken. Maar dan wel op onze gronden via pachtconstructies. Dus dat is allemaal toen 15 jaar geleden al bekeken. Toen dat ontwikkeld werd door de gemeente Naarden. Daar is toen een goed besluit over genomen. We hebben het heroverwogen. Maar zeggen we, dit moeten we zo houden. Op deze manier eigendom blijven. Veel simpel grip houden over wat er gebeurt. Correct. Ja, okay. Ja. Dan nog even naar het strandje ook. Ja, daar is de beheerder verantwoordelijk voor om dat netjes te houden. Ja. Maar dat doet hij niet. Ja. En dat is dan ook vervelend, want ja, zeker met dit mooie weer allemaal. Heel veel mensen op de stranden en het moet schoon blijven en goed en veilig blijven. Dat is niet het geval. Dat betekent, als dat niet wordt onderhouden daar, als het niet langer veilig is, dan moet ik in het kader van de openbare orde en veiligheid optreden. En hebben gevraagd aan de eigenaar om dat alsnog te realiseren. Dat is helaas nog niet gebeurd. Nou, dan moeten wij ingrijpen, moeten we het zelf doen. En kijken in hoeverre die kosten dan ten laste inderdaad kunnen komen van die eigenaar waar we dat soort afspraken mee hadden. Ja, precies. Zacht gezegd, alles loopt niet echt op rolletjes. Nu is er afgelopen week in de gemeenteraad in Geim een besluit genomen om het bestemmingsplan van Oud-Valkenveen te gaan vernieuwen. En er is nu een voorbereidingsbesluit genomen. Wat houdt dat precies in? Dat houdt in dat vanaf nu, vanaf het moment dat het besluit is genomen, aanvragen kunnen niet meer in behandeling worden genomen. Die worden even op de plank gelegd totdat het nieuwe bestemmingsplan er ligt. Dat nieuwe bestemmingsplan moet binnen een jaar afgewerkt worden. Dus het is niet zo dat het 5 jaar stil ligt. Binnen een jaar. En dan worden al die nieuwe aanvragen die tussentijds op de plank zijn gelegd, die worden dan allemaal aan de hand van het nieuwe bestemmingsplan beoordeeld. Ja, u zijn natuurlijk de afgelopen tijd heel veel aanvragen binnengekomen. Hoe toevallig is het dat de gemeenteraad nu dit besluit neemt?
Nou, kijk, de aanvragen die binnen zijn gekomen voor het moment van dat voorbereidingsbesluit wat we hebben genomen, die moeten we gewoon nog op basis van de oude regelgeving toetsen. Maar de nieuwe gevallen die na die datum zijn binnengekomen, die worden op de plank gelegd. Precies. Het blijft natuurlijk een open getouwtrek tussen de ene kant de gemeente, aan de andere kant deze eigenaar die hier ongetwijfeld niet blij mee zal zijn. Hoe gaat dit nu verder? Komt er een gesprek tussen u en deze meneer? Ja, niet blij mee zijn. Het is aan de eigenaar, aan de ondernemer altijd om grenzen te verkennen, om nieuwe initiatieven te doen. Met respect, doet hij goed, hij is een goede werkgever voor ons, dus allemaal prima. Maar het is aan ons om met afweging van alle belangen van de omwonenden, van de openbaar orde en veiligheid, van het milieu, want er zijn allemaal mooie groengebieden ook nog eens een keer, om dan een besluit te nemen. Dus ik wil dat niet in de sfeer van conflicten trekken. Dit is het normaal, wat ook op andere bedrijventerreinen gebeurt of andere natuurgebieden, de normale verhouding van een ondernemer ten opzichte van een gemeente. Dus wij moeten dat niet opblazen. Nee, precies. Maar goed, het blijft een, laten we het misschien een vete noemen. Een gesprek zou dit misschien wel kunnen oplossen. Ik noem het geen veten. Dit is een normaal wat een ondernemer mag vragen. En waar wij soms ja op kunnen zeggen. Heel mooi dan. En soms nee op moeten zeggen. Het is niet anders. En dat is, dan moet je elkaar, sometimes you win, sometimes you lose. Dan moet je elkaar, dat weten ondernemer ook, dat weten wij ook. En dan moet je op een gegeven moment zeggen, en dit was het. En we gaan verder. Maar ik ben goed on speaking terms met hem. Ik mail heel veel met hem. Hij mailt mij en zo allemaal. Dus in die zin, maar wij moeten onze wettelijke taak doen. Het toetsen van zijn voorstellen. Ja, het is zo en niet anders. Yes. Maar komt het nog goed? Ik denk, we doen die toetsing keurig, we motiveren dat allemaal. En als de ondernemer het daar niet helemaal mee eens is, kan die altijd naar de rechter. Wij worden dan getoetst door de rechter, dus daar ligt dan de onafhankelijke toets uiteindelijk. Dus hij kan altijd in hoger beroep. Ja, zo werkt dat nou helemaal in dit land. Ja. Oké, okay, nou, ja. Tot zover, maar wordt ongetwijfeld nog vervolgd. Zeker. Dan even naar de gemeenteraad kijken deze week. De jaarstukken zijn op de agenda. Ja. Dat is dat een goed moment om even te kijken hoe goed deze gemeente er wel niet voor staat. Ja. Hoe goed gaat het? Nou goed, in financiële zin, er zijn altijd kanttekeningen te maken, maar in financiële zin, de buffers, weerstandsvermogen is heel erg goed. En we hadden ook ongeveer 5 miljoen over, zeg maar, geld wat we niet hebben uitgegeven. Dat gaan we ook keurig sparen voor andere uitgaven die eraan zitten te komen. Dus grosso modo zitten we financieel wel goed, maar er zijn risico's, er moet veel gebeuren. De onderwijshuisvesting komt eraan. Een aantal middelbare scholen, ook basisscholen, moet vernieuwd worden. Is heel erg duur. Wij moeten de openbare ruimte, is achterstallig onderhoud. Er moet heel veel aan gebeuren, dus daar komt de rekening ook nog van binnen. Dus in die zin is het op dit moment goed. Maar we zijn ondertussen wel met die plannen ook bezig, met een heleboel andere dingen nog. En dat betekent dat daar ook een financieel beslag op komt. Dus het is te handelen op dit moment. Maar er komt nog wat aan en dan moeten we proberen het zo goed te houden zoals het nu is. De regering is vooruitzien, maar nu gaat het gewoon goed. Hoe knap is dat zo'n 2 jaar na een fusie? Dat is wel knap, want de eerste 2 jaar is altijd heel moeilijk. Je hebt met verschillende financiële huishoudingen te maken. Je hebt toch altijd wat tegenvallers, uitgestelde dingen die men niet meer op de laatste jaren heeft gedaan. En daar kom je dan vaak tegen in die eerste 2 jaar. Nou, we zijn een aantal dingen tegengekomen, inderdaad. Maar dan desondanks dat het zo goed loopt. Ik moet ook wel zeggen dat onze ambtenaren, want we hebben een aantal vacatures niet vervuld. We hebben een aantal mensen die door reorganisaties zijn weggegaan en zo. Dus we zitten met een onderbezetting nu. En dan toch zo'n prestatie neerzetten is ook wel heel erg knap. Dus dat inlaan is goed. De burgers werken allemaal goed mee. Dus de basis is ook wel goed. Maar het is vrij uitzonderlijk dat je na 2 jaar deze stand al hebt. Maar nogmaals, 1 zwaarluw maakt nog geen zomer. We zijn nog niet. Ondanks dat het mooi weer is vandaag. Ja, klopt. Okay, ja. Dan nog even van de afgelopen zaterdag. Toen was je bij de reddingsbrigade in Naarden. Ja. Die hebben een nieuwe boot. Ja, van ook de reddingsbrigade Nederland gekregen. In bruikleen natuurlijk. Want het is zo dat in Naarden moeten ze een heel stuk kuststrook bedienen. Het is de drugsbevaarde stuk van Nederland ongeveer, hè, met pleziervaart. Het is ook een doorvaart voor vrachtschepen. Dus alles komt in dat nauwe stuk, IJmeer, Gooimeer, komt bij elkaar daar. Dus daar gebeurt nog wel eens wat. En zeker met dit mooie weer en zo. Mensen plegen ook nog wel eens wat extra te drinken op zee, op het water. Dus, en dan is zo'n reddingsbrigade heel belangrijk. Nou, dat is een hele actieve club. Heeft een aantal moeilijke jaren gehad, maar er zit een heel actief bestuur. Ongeveer 50 leden nu. Veel aanwas van jongeren, want ze doen ook schoolzwemmen. Diploma zwemmen voor die jongeren van hun vereniging. Reddend zwemmen.
Nou, en dan zie je dus met het materieel wat ze hebben, een heel mooi materieel, ik heb mee mogen varen en ja, zo. Dat is altijd leuk. Dat is heel mooi, zeker met dit soort weer. Dus is dat heel erg goed werk wat zij doen. En nou, en dan nogmaals, ze werven ook veel jongeren. Ze zijn 50 keer uitgevaren met jongeren aan boord, dus dat betekent nog wel wat voor de leden. Dus goed werk wat zij doen en het was een genoegen, zeker met dit weer. Precies, ja, en die boot is erbij, dus klaar voor de zomer. En wij ook. Nou, dat is een mooie afsluiting. Klaar voor de zomer. Dus komt er dan. Is ja. De gemeente daar aan toe? Ja, het was toch wel weer een druk jaar allemaal en het is even goed geweest. En dan gaan we begin september gaan we weer vol aan de bak met z'n allen. En langs deze weg dan ook alle mensen die daar aan meewerken. Onze burgers, onze ondernemers, vrijwilligers, maar ook het ambtelijk apparaat. Heel veel dank daarvoor. Ik denk dat we met een goed gevoel op vakantie kunnen gaan. Nou, precies. Fijne vakantie alvast. U ook. Dat gaan we u uiteraard ook wensen. Want dit was het laatste gesprek met de burgemeester voor dus het zomerreces. Uiteraard zijn we er na de zomer gewoon weer bij. Nu een fijne vakantie en graag tot dan.